Ja, mijn naam is Erik Ernens. Ik ben commercieel directeur van Zenuwelder Mizet. Zenuwelder Mizet is een drukkerij, primair. En houdt zich bezig met allerlei activiteiten voor uitgevers, naast drukken. Dus ook allerlei multimediale oplossingen. Wij willen heel graag uitgevers ontzorgen. En wij zien Layer als dé oplossing om een brug te slaan naar de nieuwe media. En dat daarvoor voor de adverteerder dus een nieuwe markt ontstaat. En uitgevers dus veel meer toegevoegde waarde hebben voor hun lezers. Rob, zou je kunnen vertellen wie je bent en wat Eppo is? Ik ben Rob van Bavel, de uitgever van Eppo Stripblad. En Eppo is een blad wat sinds 1975 bestaat. In Eppo staan gewoon de beste strips van Nederland. Dus als je de nieuwe verhalen van Storm en Franka en Agent 327 wil volgen, ja, dan moet je de Eppo lezen. Wanneer een stripmaker bezig is, dan gaat er een heel proces vooraf aan de ultieme pagina. De pagina zoals die in het blad staat. Als ik kijk naar Storm bijvoorbeeld, dat wordt met de hand ingekleurd. Dus de inkleurder is meer dan een week bezig om die ene pagina streepje voor streepje in te vullen. Maar voordat die ingekleurd wordt, wordt die opgezet in een ruwe schets. En daarna uitgewerkt in een hele fijne potloodtekening. Nou, dat krijgen onze lezers natuurlijk nooit te zien. Want we gaan voor het ultieme product. Ja. Maar door middel van Layer kunnen we wel laten zien hoe die potloodtekening eruit ziet. Ja. Er is laatst ook echt een trailer van een stripboek gemaakt. Oh, dus het stripboek ligt in de winkel. Ja. En op YouTube kan je kijken wat een beetje het verhaal is. Maar dan wel met special effects en geluidseffecten. Ja. En je gaat in de tekeningen. Ja. Nou, daar maken we bijvoorbeeld een link naar. Ja, dus je ziet de video doordat je in de Apple bladert. Ja, ja, ja. Dat hebben we nu ook gedaan. Een van de strips gaat over de slag bij Gettysburg in Amerika. De tweede bij de burgeroorlog. En we hebben dus de wiki opgezocht die erover gaat. Nou ja, wil je dus meer informatie, dan ga je vanuit die wiki, vanuit de layer, ga je naar de wiki. Ja. En kom je meer te weten over het onderwerp. Ik denk dat AR een grote vlucht gaat nemen. Dat er heel veel mogelijkheden liggen om nu eens echt tot interactie met lezers vanuit print en met adverteerders te komen. Oké. Okay. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan.